Mijn telefoon heeft speciale sensoren. Als ik gewoon op een foto blaas, vliegt de rok in het echt omhoog. Magie! Vlug, open het oude boek van de videomagie. We kunnen er een pop mee tot leven wekken, een citroen uit een scherp plukken, een wandeling maken in een schilderij en onze collega's in een zeer gevoelige toestand zien. Bekijk Woehoe's nieuwe compilatie van leuke en grappige videotrucs. Ik weet dat het hier ergens was. Blijf zoeken. Er ligt hier zoveel troep. Ik weet dat niemand hier nog ooit heeft opgeruimd sinds de Grote Depressie. Hoe kon depressie ooit groot zijn? Hier is onze schat. Het oeroude boek van de videomagie. Ben je klaar om wonderen te zien? Met het boek van de videomagie is het gemakkelijk om een fotostreek uit te halen. Kijk, ik heb mijn vriend in mijn hand. En nu zit hij in mijn zak. In een creatieve bui? Bladzijde 176 in het videomagieboek is voor jou. Verander een Barbie in een echt meisje. Hé man, kom eens hier. Dit zul je geweldig vinden. Ik heb een vriendin voor je gevonden. Hier, vang maar. Je hoeft me niet te bedanken. Heb je 's morgens verslapen? Geen probleem. Videomagie zal helpen. Bladzijde 56. Onmiddellijke kledingwissel. Je was in je pyjama en nu ben je helemaal opgedirkt. Vergeet je bovenkleding niet. Gaaf! En je hoeft je op kantoor niet eindeloos uit te kleden. Je bent in een tel klaar om te werken. Hé, wil je wat goocheltrucs zien? Bladzijde 78. Hoe bestel je een optreden van een persoonlijke goochelaar? Zullen we het eens proberen? De koffer staat klaar. Hé, goochelaar, kom tevoorschijn. Een ogenblikje, ik ben helemaal stijf. Het is een slim appartement in een doos, weet je. Het is niet echt zo ruim. Oké, laten we beginnen. Een truc met bekertjes en een pingpongbal. Wauw, wat is hij snel. Net als Sonic. Magisch. Voor de volgende truc moet je opletten, beste kijkers. Staan we toe. Ik zal je horloge veilig verstoppen. En nu breng de hamer naar beneden. Wees niet zo zenuwachtig. Je horloge is helemaal in orde. Oeps, mijn magie is kapot. Wel, ik denk dat dit mijn teken is om te gaan. Ik zie je in Vegas. Hé, wat is er met mijn horloge gebeurd? Overal charlatans. Het boek Videomagie heeft een speciaal hoofdstuk helemaal over eten. Bladzijde 25. Zullen we op onze vrienden gaan experimenteren? Deze watermeloen was klein en nu is hij groot. Veel plezier! Videomagie behoedt je voor ongemakkelijke dates. Ik denk dat deze niet zo goed gaat. Oeps, ik ben zo klaar om hier uit te duiken. Deze thee mist een beetje zuurheid. Maar goed dat mijn gids voor videomagie hier ligt. Ik pluk gewoon een verse sappige citroen van mijn scherm. Dat is lekker. Dankzij dit oeroude boek kunnen we een leuke dag hebben op onze saaie kantoor. Geloof je ons niet? Sla het boek maar open op bladzijde 104. En haal de kledingröntgenbril tevoorschijn. Laten we ze eens uittesten. Oh mijn god. Yes, ze werken. Helemaal goed. Nu kan ik mijn collega's niet meer behandelen zoals ik vroeger deed.
er gewoon in haar ogen. In haar ogen! Ik moet dit ongewone wereldbeeld maar gewoon zien te overleven. Hé, hey, gaat het wel goed met je? Aan het rondhangen op een dating-app? Gebruik videomagie om het meisje dat je leuk vindt tot leven te laten komen. Blaas gewoon op je telefoon en hij schakelt de windfunctie in. Wauw, dit scherm is echt overgevoelig. Heb je genoeg van je dagelijkse kantoorroutine? Sla dan gewoon het boek van Videomagie open. Bladzijde 38. Snel ontsnappen aan de werkelijkheid. Dit schilderij zou perfect zijn. Be right back allemaal! Als je je verveelt, zal het boek Videomagie je avond opfleuren. Kijk, bladzijde 18. Creëer je kloon. Het is gelukt! Het is altijd leuk om een gesprek te hebben met iemand die slim, grappig en knap is. Dat wil zeggen, met jezelf. Je bent geweldig gezelschap. Ik zou ook voor mijn eigen eten moeten zorgen. Pasta? Pizza? Oh, een hamburger. Ik bestel het direct naar mijn huis. Niet slecht, maar mijn hamburger is te klein. Bladzijde 26. Hoe kweek je een hamburger in de lucht? Wow, pas op! Als je de maat verkeerd hebt, kan het spekje wel eens tegen het hoofd slaan. Met de hulp van ons boek kunnen we andere mensen helpen. Ik zal u redden, mevrouw. Neem een glas water. Heel erg bedankt. Perfecte timing. Blijf bij ons en verander niet van kanaal. Mijn droom gebeurt in het echt. Ik val in bed, maar ik eindig in het zwembad. Film jezelf terwijl je in bed valt met een GoPro-camera. Neem dan je vrienden mee en spring in het zwembad. Neem zeker je laken en een kussen mee. En combineer de twee clips vanaf het moment dat je het bed aanraakt. Oeps. Het is gemakkelijk om een coole video te maken met behulp van een spiegel. Je hebt een paar verschillende kostuums nodig en een paar vrienden. Film een video terwijl je langs een spiegel loopt. Wissel van outfits en acteurs. Spider-Man, een samurai, je nieuwe vriendin, een eenhoorn, marshmallow, je beste vriend. Gebruik wat je maar in je kast kunt vinden. Hou de camera gewoon gelijk. Combineer dan de opname. Het resultaat is een video die eruit ziet als een persoon die langs honderden spiegels rent en telkens verandert. De magie van door het kijkglas gaan. Vond je onze videomagie leuk? Geef dan hieronder commentaar om ons te vertellen welke truc je het leukste vond. Een röntgenbril, een reuzenburger, een Barbie-meisje of een ongelukkige goochelaar. En jullie, abonneer je op ons kanaal, like deze video en klik op het belletje. Mis geen enkele grappige nieuwe videotrucs van Woehoe!